Phasmophobia met Sacha! Ja, en omdat de vorige keren zo ontzettend goed ging met ons, dachten we, zoals je al ziet aan de schermen, Nightmare We mode. Doen het maar een keertje op Nightmare. Want het ging zo lekker. Nou, maar ik heb wel een goed gevoel hierover. We moeten de motion sensor, hebben we die mee? Nee, nee, dat gaat wel niet lukken. Nee. Salt, average any below 25. Nou, dat moet wel lukken, die sanity, want die gaat er hard doorheen de laatste tijd. David Jones. Dat wordt geen probleem, die sanity. Zout... David Jones. Gast, dit komt helemaal goed. Ik ga wel kijken waar de fusebox is trouwens. Ja, dat moeten we nu inderdaad wel doen. Nu. Of staat het er niet op? Oh, wacht, dat kan natuurlijk niet. De keer dat ik het onthoud om te doen, spelen we op Nightmare Mode. En dan kan je het niet zien. Nah. Shit. Oh god, dat gaat nu al helemaal mis. Okay. En wel op een... alleen maar goed gaan. Ja, sowieso. En we spelen wel op een map die gewoon niet heel groot is ofzo. Ja, deze map kennen we ook al inmiddels wel een beetje. Ja, precies. Dit is wel gewoon een chille map of zo, weet je wel. Okay. Laten we meteen even hierheen gaan. Ik denk dat hij hier is. Ja! Hij is hier. Oké, chill. Huh? Hoezo gaat deze niet open? Oké, die kunnen we waarschijnlijk helemaal niet open dan. Meestal kan je ze wel open doen, maar kan je er gewoon niet in. Maar nu kan je ze niet eens open doen. Oh, zag ik hier al rook uit je mond komen? Ja. Het leek even zo. Ah, als het vriest, dan is het hier. Nee, het vriest niet. 7 okay. graden. 5 graden. Misschien is het wel hier. Ik ga snel even het bot zoeken. Ik wil gewoon zoveel mogelijk geld voor je. Let's try and make that happen. Hey, het is 5 graden bij die fusebox, man. Ja, dat zou op zich wel, zou wel kunnen. 4,9. Ik ben echt een speedrun aan het doen, dat is ongelooflijk, jongen. Oh my day. Waar is het? Heb jij het bot al gevonden? Nee, man. Niet gezien. Dan moet maar die ligt vaak hier. Dan moet hij wel in de kelder liggen. Oh, in ieder geval de summoning circle hier zo. Ik heb ook nog steeds nooit die poppen gesnapt in die kelder, hoor. Sorry, maar dat is gewoon toch puur om het eng te maken. Nou goed, we hebben in ieder geval een summoning circle. Even kijken. Hè? Heb jij dat bot niet gezien? Nee, man. Ja, ik kan niet. Kijk. Oh, ligt hier. Waar? In de woonkamer. Oh, wow, hij is verstopt. Een hand. Oh. Dus een voet. Ah. Oh, wow! Boy. Wat is dit? Waar is hij? Oh mijn god, die gebeurt niet vaak, hè? Dat licht. Die red light guy. Ja, daar gaat onze sanity, oké. Maar is het hier nou, denk je, ja, of niet? Ja, is hier, man. Ja, -1. Oh, vriest! Ja, freezing temperatures, wederom. Oké. Je had alle spullen hier. Ja, we gaan het halen, we gaan dit killen. We moeten zo snel mogelijk, want onze sanity gaat naar beneden. Ja, we moeten wel echt haast maken, weet je. Ja, zo'n red light ghost event, dat is wel ziek. Die zijn wel blij altijd inderdaad, maar... Ja. Oké, maar ik zag hem niet, dus ik schrok niet. Dat scheelt alweer voor mijn zelfvertrouwen. Nee, ik zag hem niet. Het is alleen een soort club vibe ineens. Ik heb filmcamera mee voor dinges. Ja, neem maar zout mee. Orbs. Zout leggen we gewoon gelijk neer. Wat moeten we ook weer nog meer doen? Ja, sanity moet omlaag. Sanity omlaag. Hey, dat is trouwens wel chill, want we kunnen natuurlijk niet kijken hoe laag die is, maar zodra deze is afgevinkt, weten we dat we onder de 25 zitten. Ja, dus dan moeten we pilletjes nemen. Dan gaan we pilletjes nemen. Hey gast, we gaan deze zo hard killen, ik voel het al. Maar onthouden dus dat we maar 2 bewijsstukken krijgen. Ja. Kunnen ze nu wel open? Wat is deze deur raar? Oh mijn god. Dat deed ik. Oh jezus, gast, ik schrok. Hey, footsteps. Oh ja? Ja. Kan je daar nou wel of geen foto van maken? Dat weet ik. Ja, van de voetstappen. Oh shit, ja, ik ben te laat nu. Maar hij is er door het zout gelopen. Heb je nog meer neergelegd, zout? Ja, hier. En hier links nog. Oh ja. Hij heeft wel voetstappen, dus het is geen raid dan, als het goed is. Where are you? Oh, dat hoor ik nou. What is your name? Ja, Ghost Orbs. Oh, nice. Ja, give us a sign. Kijk, dus het kan zijn... Wat chill zou zijn, wat heel chill zou zijn, is als we nu nog een... Een zout ding. Ja, nee, als we nu nog een stuk bewijs krijgen. Want dan hebben we 3 stukken bewijs. En het enige bij wie 3 stukken bewijs kan krijgen, is bij de Mimic. Oh ja, oké. Ja, want die geeft eentje extra als... Oh, heb je niet. Oh, fuck. Waar is hij? Zijn hunt. Oh, joh.
Zo. Jij ook echt zo, wow, joh. Oh, joh. Jij dacht dat het een event was, of niet? Ja, man. Ik had de fotocamera ready. Oh, shit, hè? Nee, het was wel echt een hunt, inderdaad. Het was wel een hunt. Hij heeft wel veel deuren aangeraakt. Volgens mij deze. Ja? Maar ik probeer het maar. Oh, nog één. Zo, hij was vlakbij, ouwe. Ja, man, ik hoorde die hartkloppingen ding. Kom, we gaan heel even naar buiten. Oké, is goed. Ja, laten we kijken of die Sanity onder de 25 zit, want hij is flink aan het hunten, ouwe. Zo, ja. Jesus. Ja, er is wel iets afgeschreven, maar dat is het zout. Nee, nog niet de Sanity. Ja, we moeten even die zout checken. Maar we hebben dus freezing temperatures en ghost orb. Ja, wat betekent... En ik heb de camera neergezet, dus het zou chill zijn als ze nu dus bijvoorbeeld gewoon dat we nog een dot zien of zo. Want dan is het die dinges. Dan is het de mimic. Ja, klopt. Dan is het sowieso een mimic. Anders Yurai, Revenant, Hantu, Onryo. Oké, laten we ze afgaan. Hantu, die kunnen we checken door te kijken hoe sloom die is. Als hij heel sloom is uit die kamer, is het een Hantu. Dus we moeten gewoon luisteren naar die voetstappen. Als hij sloom is uit de kamer. Ja, maar het is wel koud daar, toch? Dus ja, in de kamer zelf is hij heel snel. Daarbuiten is hij heel sloom. Oké. It steals from souls down here. Extinguish in flame, cast an Oreo to attack. Revenant. Ja, als je verstopt voor die Revenant, dan gaat hij ook heel langzaam. Ja, ik had het idee dat hij ineens heel dichtbij was, deze dude. Want wel. En dan hebben we nog die Yura. Toen was hij ineens... Oh, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Stronger effect on people's sanity. Eigenlijk weten wij gewoon nog te weinig hiervan om dit op Nightmare te spelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Klopt. Maar... Oh, volgens mij zag ik iets bewegen. Nee. Ja, ik zweer het. Nee, dat kan niet. In de dots bedoel je? Dots kan het sowieso niet zijn. Nee, maar ik dacht het. Nou, misschien heeft hij gewoon... Nee, maar als het een mimic is, dan moet je nog Spirit Box als extra evidence hebben. Ja. En dat hebben we niet, dus... Nee, dus dat moeten we gewoon nog een keer proberen. Nou, Spiritbox moeten we proberen. Verder, we moeten eigenlijk gewoon gaan testen hoe die geest op ons afkomt, man. Met smudge sticks. Hier, kijk, knippert, wat is dit? Oh, het alarm van de auto gaat af. Ja, man, alarm van de auto. Ah ja, wat is dit? Oké, gozer, wat we moeten doen? We moeten erachter komen of het een Revenant of een Hantu is. Dat kunnen we checken door de geest op ons af te laten komen... In die kamer. Snap je? Ja, als hij daar dan heel snel is... Neem jij dinges mee dan. Gewoon dat spullie. Ja, ik heb dat spullie. Kijk, de smudge sticks neem ik mee. Kijk, wat we gaan doen... We wachten tot hij gaat hunten. Dan lopen we die kamer uit. Als het een hand toe is... Dan is hij uit die kamer meteen heel slow. Want de fusebox is de hele tijd aan geweest. En dan kunnen we gewoon rustig voor hem weglopen. Als het een revenant is... Dan is hij heel slow. Maar hoe langer hij naar ons kijkt... Hoe sneller die wordt. En dan wordt hij echt bizar snel. En die andere... Ik denk eigenlijk dat het een Revenant is, man. Tenminste, hij was net ineens zo snel. Ja, het zou kunnen. Maar als het een ander is, dan is hij ook, dan is hij wel langzaam. En dan wordt hij iets sneller naarmate hij ons langer ziet. Maar dat duurt gewoon wat langer. Maar stel hij is voor het eerst... Oh. Oké. Okay. Wat? Oh, ik zie hem ook zitten daar zo. Oh, beter gaat hij niet dood, zeg. Misschien kan hij goed luisteren. Sasha probeert te luisteren naar de voetstappen. Of ze langzaam zijn of niet. Wat ziek was dit. Auwe! Yo! Ik liep gewoon achter je aan, hè? Ging gewoon voor mijn neus dicht. What the hell?
Oké, maar ja, hoorde je de voetstappen? De voetstappen was een beetje... Die leken heel traag, maar op een gegeven moment was het heel eventjes kort, leek het snel. Oké. Maar ja, dus daar hebben we precies niks aan. Nee. Ja, laten we het gewoon proberen. Oké, ik ben zenuwachtig, maar we gaan wachten tot hij komt hunten. En dan gaan we daar bij de keuken gaan we wachten, ja? Ja, dat is goed. Oké. Ja. Ja. Okay. En dan smudge ik... Wacht, en dan smudge ik en dan gaan we naar die ene plek. Die badkamer. Gewoon erachterin. Ja, dat is goed. Ja. Ja, of... of hebben we... Misschien moeten we... We moeten zo lang mogelijk een line of sight hebben. Misschien moeten we juist hier gaan staan, bij deze deur. Dan smutsen en dan naar de badkamer. Dus hier naartoe lopen. We moeten wachten tot hij hier... De deuropening. Ja. Ja, tot hij hier naartoe komt. En dan kunnen we hem zo lang mogelijk zien. Dus hebben we zo lang mogelijk de tijd dat hij sneller kan worden. Ja. Oké, let's do it. En dan teruglopen en dan richting die badkamer lopen. Ja. Oké, laten we hier wachten. Oh, daar komt hij, Ja, ja, ja. Oké. Loop naar de deur, hè. Ja, ik loop naar de deur. Kom. Ja, doe het. Ja, kom. Oh my days. Oké, we gaan naar buiten. Snel. Ja. Oké, dit is interessant. Yo. Maar heel goed, want hij werd wel iets sneller, maar niet heel veel sneller. Nee, maar hij was wel ineens in grotere stappen bij ons, had ik het idee. Ja, kijk, dus volgens mij is het geen Revenant, want hij was niet zo snel, maar hij werd wel wat sneller. Het was geen handtool, hij is niet super slow. Wat dus betekent dat het een Yuri of een Onryo is. Oh, we hebben die sanity. We kunnen de pillen nemen, dat is chill. Ja. Eigenlijk moeten we nog Spirit Box gewoon proberen. Dat is voor... We krijgen maar 2 pieces of evidence, toch? Dit was het gewoon. Ja, dan zou het nog een mimic kunnen zijn als we een Spirit Box doen. Dat zou wel kunnen. Maar even kijken, een Onryo. Extinguishing a flame can cause an Onryo to attack. Betekent dat dan dat die... Wacht even kijken op Google snel. Dat is wel interessant. Kijk, een Onryo... Die kan, zodra er een kaars uitgaat, meteen hunten, ongeacht je sanity. Dus als we nu al onze sanity pills nemen... Ik weet niet precies op welke sanity we dan zitten. Maar redelijk hoog, gemiddeld. Ja. En hij blaast die kaars uit. Wij maken die kaars uit. En hij begint dan met hunten. Moet het wel een Onryo zijn? Weet wel dat het dan is. En hoe doe je die kaart? Hoe blaas je die kaars uit? Gewoon met F. Door hem op de grond te gooien, blijkbaar. Maar blijkbaar is een kaars ook goed voor je sanity. Oh, wacht. Kan jij nog een smudge stick meenemen? Voor de zekerheid. Ja. Oké, let's do this. De breaker staat overal nog aan. Oké, ik ga die kaars nu uitmaken. Stel, hij gaat nu hunten. Dan weten we het. Doe ik gelijk smudge. Nee, dat hoeft niet per se, maar dan gaan we gewoon even stopplek. Okay. Maar dan weten we wel wat het is. Oké, ik doe het nog een keer. Is het in de ghost room of zo? Ja. Oké, het is geen audio, denk ik. Nee, dan had hij dit wel gedaan. Oké, dat is goed om te weten. Laat me nog een smudge stick halen. Ja, ik ga wel lekker met je mee, G. Ja, dat zou ik maar doen. Oké, dit gaat goed. Dus het is waarschijnlijk ook geen Onryo. Het zou betekenen dat het een Yura is. Want op de snelheid afgaande strepen we een Revenant en een Huntool af. Ja, we moeten deze wel hebben, man. We moeten deze wel echt hebben. Oké. Stel, het is een Yura. Ja. Ik heb wel dus wel even wat opgezocht. Stel, het is een Yuri. Dan gaat hij een deur... Zeg maar, hij heeft zo'n ability dat hij iedereen zijn sanity met 12,5% kan laten zakken in de kamer. Maar als hij dat doet, dan gooit hij een deur dicht in de kamer van waar hij is. Maar die deur gaat sneller dicht dan een normaal geest zou doen. En het geluid van dat de deur dicht gaat loopt 2 seconden achter. Dus je ziet de deur dicht gaan en daarna hoor je pas het geluid van de deur. Oké.
Okay. Stel dat gebeurt, dan is het een Yuri. Dus eigenlijk moeten we dat uitlokken. Ja. Ik denk eigenlijk al bijna zeker te weten dat het een Yuri is, omdat die andere drie het waarschijnlijk niet is. Ja, eens. Maar laten we in die kamer gaan staan en wachten tot hij dat doet. En dat hij dan die deur dicht gaat en dat er een vertraging in die deur zit. Dit is wel next level ghost hunting, man. Ja, man. Ik vind het spannend. Oké, dus we moeten wachten en dan kijken hoe de deur dicht gaat. Ja, als de deur zeg maar snel dicht gaat. Ja, ik weet niet of we ook hier kunnen staan. Ja, dat weet ik ook niet. Wat wil je gaan doen als hij dicht gaat? Gewoon wegwezen? Als hij hem dichtgooit, dan is het een ghost event. Het is geen hunt. Dus het is een los ding van hem wat hij kan doen. Ja, dat is de enige geest die dat doet. Heb jij die autosleutels? Beter zet je even die auto uit. Oh ja, goeie. Helemaal lijp van dat geluid. Sorry. Oké, dus als hij dat doet, gooit hij de deur dicht. En ik denk dat hij dan ook gewoon in beeld komt. Dat het een soort van ghost event is. Hé, hey, jij kan ondertussen wel de spiritbox proberen. Ja, dan kan ik alleen mijn smudge niet meer aandoen zometeen. Ik heb ook nog een smudge voor de zekerheid. Hou ik die deur wel in de gaten, maar om uit te rulen dat het geen mimic is. Ja. Are you here? What is your name? What is your name? Give us a sign. Are you here? What is your name? What is your name? What is your name? Where are you? Where are you? Where are you, my friend? Where are you? Where are you? Where are you? Nee. Nee, dat is het niet. Oh. Shit. Oké. Ja, shit, ja. Dat ghost event om daarop te wachten is wel een beetje lastig of zo. Een soort risico. Ja, we kunnen ook nog een keer proberen met die smudge stick. Gewoon kijken hoe snel die wordt. Ja, wel een risico weer, man. Dat we gewoon hier achter staan en dan laten we hem zo om de tafel heen lopen. En dan kijken hoeveel sneller die wordt. Maar we kunnen, ja, of dan doe ik het in mijn eentje, dat kan ook. Dirty water. Nee, laten we wel samen doen. Ja, met z'n tweeën is het wel lastig. Ja, dat klopt. Misschien wacht ik wel. Als je komt, ga ik gewoon... Ja, ga jij naar de normale plek. Naar achter. Ja. Ja. Ja, maar als hij dan achter mij aankomt, wat doe je dan? Dan moet ik het eigenlijk proberen. Afhankelijk van achter wie die aankomt, maar... Maar... Gaat de geest altijd achter één iemand aan of achter de dichtstbijzijnde? Ja, dat weet ik niet. Oké, let's probeer het. Ja, doe maar. Komt achter mij aan. Yo. Shit, hé, dat was eng, hoor. Oh mijn god. Wat gebeurde daar? Oké. Hij kwam wel echt achter mij aan, hè? Nee, hij kwam achter mij aan. Oh, echt? Ja. Ik hoorde die hartslag in dat gangetje. Nee, hij kwam achter mij aan. Ben je er iets wijzer van geworden? Ja, het is sowieso geen Revenant, want zo snel was hij niet. En het is... het is ook geen handtool, want hij werd wel degelijk sneller. Hij was niet super slow, dus dat is echt 100%. Dus het is sowieso... Het moet wel een Yuri zijn, gast. Want die Oreo is het niet, want die kaars hebben we zo vaak uitgedaan. Ja, oh ja, dat was met de We Oreo. Kunnen dat nog wel één keer proberen. Ja, laten we dat nog één keer doen. Nu onze sanity misschien wat lager is of zo, dat het dan...
Als je niet die hunt start meteen als we dat ding uitdoen... Dan is het gewoon weggewezen en dan gokken we maar. Heb jij een smudge stick? Ja. Ja, 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 ja. Hier. Oké, daar gaat hij. Oh! Ja. Dit werkte. Yo, dit werkte. Maar het was misschien toeval. Het was fucked up timing. Ja, ja precies. Ja. Laten we het nog één keer dubbel checken. Want die andere keren... Die andere keren gebeurde het... Huh? Is het een... Oh! Oh mijn god. Oké, doe het nog een keer. Doe het nog een keer. Die andere keren gebeurde het niet. Oké, daar gaat ie. Oké. Huh? Ja. Gast, dit kan geen toeval zijn. Nee, dat kan niet meer. Maar ik snap het niet, want die eerste keer... Hij zegt dat het niet uitmaakt hoe hoog je sanity is. Hij gaat sowieso hunt als die kaars uitgaat. Alleen... Ja, en moet je hem per se in de ghost room laten vallen? Die eerste keer, toen gebeurde het gewoon niet. Nee. Oh mijn god. Oh joh. Ja, wacht, nog een keer. Ja, zie je. Nee. Maar was dat een toeval? Ja, misschien. Onze sanity is sowieso echt nul, hè? Ja, kijk, het was wel twee keer... Het was al twee keer als ik die kaars uitdeed dat hij kwam. En het hoeft... Ze zeggen dat hij niet altijd, als die kaars uitgaat, per se een hunt hoeft te starten. Maar het kan wel. Oké, ja, het was twee keer achter elkaar. En dat doet... De ding is, hè? Oreo. De Oreo. Ja. Ja, zullen we daar gewoon voor gaan dan? This ghost will be less likely... When threatened, this ghost will be less likely to hunt. En wanneer is die ghost dan threatened? Ja, weet niet, als je hem uitlokt of zo. Oh, wacht. Dit heb ik geleerd van InSim ook. Als je een crucifix neerlegt op de grond... Yeah. En er een kaars opzet. Een kaars voorkomt ook, als hij aanstaat, dat een Oreo gaat hunten. Dus dat werkt dan in plaats van een crucifix. Dus stel, de crucifix wordt gegeten terwijl er een kaars bij staat, dan kan het geen Oreo zijn. Ah, ik snap hem. Want dan gaat alleen de kaars uit. Ja, 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 ja. Ja. Dus stel die kaars staat aan en de crucifix is gegeten, dan is het dus een Yurei. Want dat kan een Oreo niet doen. Juist. Helder. Alleen, het punt is, hebben we nog een kaars ergens? Jawel, vast wel, toch? Nee, is die kaars kapot dan? Nee, maar mijn liefst twee kaarsen en twee crucifixes. Want anders dan duurt het misschien lang. Ja, er staat toch wel binnen hier. Volgens mij staat hier nog wel. Kan jij één crucifix meenemen? Oké, ja. Het is echt een lang potje ook. Ja, man. Gast, ja. We gaan het doen. Oké, moeten we eerst even een kaars vinden. Ja, hier. Hier, heb eens. Ja, kan jij hem pakken? Heb jij een vuurtje? Ik heb een vuurtje. Kijk, ik leg hier één crucifix neer. Ik leg hier één neer. En ik zet er een kaars op. Ja. Je moet aanzetten. Oké, top. Ja, hopen dat hij even gaat hunten vanaf daar. Ziet er vet creepy uit wel dit. Ja, echt alsof we een soort ritueel aan het doen zijn. Ja. Ik heb volgens mij nog nooit zo serieus dit spel gespeeld. Nee man, we doen echt ons best. We doen nu echt ons... Oh, die kaars is uitgegaan. Het kan zijn dat hij zojuist een hunt voorkomen heeft. Maar dat weet je dus niet. Maar als de crucifix wordt gegeten en... Oh, hier, nog een keer. Als de crucifix wordt gegeten en de kaars... Is aan nog... Oh. Ah! Dat blijft echt een kutgeluid.
Ja, dat is echt het naarste geluid van het hele spel, gast. Maar hij blies weer de kaars uit en het licht ging uit. Ja. Er was toch één geest die dan een hekel had aan vuur? Dat is toch de dinges? De... Die we nu aan het checken zijn. Oh, shit. Oké. Ik moet even checken nu. Ja, het is nog niet per se duidelijk. En de Oreo die heeft dus een hekel aan vuur. Daarom checken we dit. Crucifixes zijn onaangetast. Ja, wacht, anders zetten we deze... Oh, die kaars is nu wel uit. Oh. Oh, het is een ghost event. Oké. Oh, hé. Maar gast. Holy shit. Maar deed wel de deur dicht. Dat is waar we net op aan het wachten waren. Ja, niet? Ik wou het zeggen, maar zat er een vertraging in het geluid van die deur? Nee, voor mijn gevoel niet. Ik heb er niet op gelet. Dan zou het een Yuri kunnen zijn die onze sanity aan drain is. Ah, shit. Oh mijn god. Gasten zijn echt ultiem aan het ghost hunten momenteel. Ja, man. Ready to risk it all. Hey, man. Wat er net gebeurde was wel een teken van een Yuri, man. Dat hij de deur dicht deed. Ja. Oh, mijn god. Heb je hem? Oh, kut, de lampen zijn kapot. Onze scène die is echt geen reet meer waard. Hè? Echt 0-0-0 gewoon. Maar hij pakt die crucifixes niet, maar hij blaast wel die kaarsen uit. Nee. Ja, man. Het zou het dan toch een Oreo zijn? En die deur ging wel dicht. Ja, dit is echt een potje voor de diehard Phasmophobia fans. Want mensen die dit normaal kijken, voor de lol, die zijn al afgehaakt, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Oh, wow! Hunt? Volgens mij was het geen hunt. Is het wel een hunt? Volgens mij niet, hij kan me afrennen. Het was geen hunt. Ja. De deur is wel dicht. Ja, die heb ik nooit open gedaan. Ik deed die deur voor zijn neus dicht aan. Nee, maar die voordeur. De voordeur was dicht. Ja, die heb ik nooit meer open gedaan. Ja, het lijkt tot nu toe eigenlijk wel een Oreo, man. Want hij heeft wel die kaars uitgedaan, maar nog niet die crucifix gegeten. En ik zou verwachten dat hij wel vaker gaat hunten. En hij stond letterlijk op die kaars net. Hij doet ook de hele tijd mijn aansteker uit, ouwe. Ja, nu doet hij die kaars weer uit. Ik wil gewoon zien dat hij die crucifix pakt. Ja, maar als hij dat niet doet, dan moet het wel een Oreo zijn. Dan moet het wel een Oreo zijn, ja. Maar hij doet het niet, hè? Het is een Oreo, toch? Het moet wel. Moet wel. Dit gedrag is wel heel erg Oreo. Oreo. Ja, het moet wel. Laten we nog één hunt afwachten. Ja, misschien stoppen we nu de hele tijd die hunts, hè? Ja, dat kan. Oh, ja, dat is een hunt. Gast, dit is een Oreo. Fuck it. Moet wel. Als dit geen Oreo is, ben ik er klaar mee. Ja. Het is een Oreo. Ik ga spelen. Klaar mee. Ja, motion sensor hebben we niet. Hebben alles gedaan verder. Niet heel veel foto's, nee. Want we waren bang, maar... Oreo, pats. Oreo. En we gaan. Als we dit hebben gered op Nightmare, gast. Wajo. Dat zou wel ziek zijn. Dat zou heel ziek zijn. Ik hoop het. Let's go. Kom op. Ja! Ja! Lekker! Woe! Nice! Gast! Nou, hier ben ik echt blij om. Ja man, dit hebben we goed gedaan. En veel geld ook, hè, omdat het Nightmare is. Man. What the fuck, $260. Ja, we zijn echt tot het gaatje gegaan met deze. Zo, maar ja, het mocht is gewoon... Dit was wel echt werken, maar de reward dat we het goed hebben is wel groter nu, moet ik zeggen. Ja man, ja. En niet doodgegaan allebei. Nee, what the fuck? Hey, top! Gedacht. Nou, wil je nou nog zo'n video zien? Dan kan je hier klikken. En vergeet niet te abonneren.
Ook Sascha. Vergeet niet te abonneren, jongens. En dan zien jullie de volgende keer. Goh, ik moet even bijkomen voor dit. Man.